leuker, kunnen ze het niet maken. Ook niet makkelijker. Goedemorgen, het is maandag, ik heb slecht geslapen, maar ik ben wel wakker. Even snel zeggen de schooltas inpakken, dan moet ze zo naar beneden, is ze ook klaar als het goed is. Oh, bam. En dan gaan we naar school. Echt, niks werkt mee vandaag. We zijn vannacht samen heel veel wakker geweest, Marco heeft overal doorheen geslapen. Maar ik ben verrot nu echt. En ik voelde me natuurlijk gisteren al niet top. Ja, nu is het helemaal dat ik denk... Maar goed, mamlijf hoort er nou eenmaal bij. We zijn onderweg naar school en we zijn helemaal ingepakt. En ik kan kijken... Het is zo koud. Hoe het nieuwe boekje uitziet, wat pleun heb ik af. Heb je pleun af? Wat goed, dat is wel heel goed. Oh, even kijken met oversteek hier. Met ook fietsen kunnen, even kijken waar die jongen heen gaat. En die moet precies hier, kom. Nou, die jongen... Kom. Ja, Sarah, die jongen rijdt gewoon de poep. Die jongen rijdt me gewoon aan, zag je dat niet? Ik denk, ik hou ruimte voor hem, hij moet heen en hij rijdt gewoon zo tegen me aan. Echt top opgevoed. Echt, het is te koud buiten. Ik heb echt het gevoel dat ik in Siberië beland ben. Maar goed, ik heb eigenlijk zin om de verwarming op 30 graden te leggen. Een luchtbedje op te blazen, op de grond te leggen en doen of ik een van het tropisch land ben. Maar helaas is dat geen optie. Ik voel me nu redelijk, dus ik wil daar echt gebruik van maken en gewoon echt even zoveel mogelijk doen. Ik had een video aangezet, die is klaar met renderen. Die ga ik aanzetten, dan ga ik een was aanzetten, alles zoveel mogelijk aanzetten. Dan heb ik dat hiervoor gedaan. Mocht het dan dadelijk niet gaan, dan heb ik in ieder geval die dingen wel alvast. Eigenlijk heb ik ook zin om gewoon alle kasten in huis leeg te trekken. En gewoon alles opnieuw in te ruimen. En dan echt te kijken wat er overblijft. Maar ja, dat vind ik wel een heel groot plan. Dus ik denk dat ik het iets kleinschaliger ga doen. Er waren gelijk allemaal dingen aan het regelen die allemaal gedaan moeten worden. Maar overal in de wacht staan, echt. Een ogenblik geduld, alstublieft. Dit is overigens de belastingdienst. Waar wat dingen... via de boekhouder verkeerd omgeregeld waren, die rechtgezet moeten worden. Heel verhaal, ga ik jullie niet mee lastigvallen. Maar ik snapte niet meer wat... Een ogenblik geduld, alstublieft. Wat er nou wel niet geregeld was. Dus ik denk, ga ze gewoon nu zelf bellen, even buiten de boekhouder om. En nou komen we dus tegen dat er mijn opgave 2 keer is gedaan. En dat ik daarom dus al die tijd nog niks gehoord heb, omdat... Een ogenblik geduld, alstublieft. Ze elkaar dus dan in de weg zitten. Dus, maar hoe dat gebeurd is, dat weten we ook niet. Ik heb nu zo irritatie ten toppe op dit moment. Zit ik met een hele aardige mevrouw met van de Belastingdienst aan de lijn... die me echt waanzinnig goed aan het helpen was. En de stand van zaken heel goed op een rijtje aan het zetten was... want dat kon ik zelf gewoon nergens terugvinden. En dat was ook logisch, want doordat dingen heel raar door elkaar liepen... kon ik dat dus ook niet achterhalen... En de verbinding valt weg. Nou, ik nog wachten, kijken of ik teruggebeld werd. Niet. Dus ik belde zelf nog een keer. En dan krijg je iemand anders aan de lijn. Dus ik vroeg van, joh, kan ik die mevrouw weer spreken? Want daar was ik ondertussen al ruim 25 minuten mee aan de lijn. En die snapte het hele verhaal. En dat was een heel fijn gesprek. Nee, dat kan niet. Ik zeg, kan er niet een terugbelverzoek of iets? Nee, nee, dat kan allemaal niet. Heb ik hem aan de lijn, begin ik het dus weer uit te leggen, is gewoon... Volgens mij heeft hij gewoon opgehangen omdat hij het een te ingewikkeld verhaal vindt. Het is op zich niet heel ingewikkeld, het is vooral veel. Er zijn gewoon 2 jaartallen die door elkaar heen gaan. Dus dingen van 2018 en 2019 zijn door elkaar gegaan. Overigens niet door mijn fout. Maar ja, daardoor kloppen er bepaalde dingen niet. En heb ik geld niet ontvangen waar ik recht op heb. En heb ik geld ontvangen waar ik nog geen recht op heb. Snap je het nog? En ik wil dus het geld waar ik nog geen recht op heb terugbetalen. En het geld ontvangen waar ik wel recht op heb.
Want verrekenen werkt ook weer niet bij de Belastingdienst, dus dat moet zo. Nou, eindstand ben ik nu al met al 3 kwartier verder en weet ik het nog niet. Zwaar irritant. Oh ja, en dat werd ook nog heel fijn verteld, dat het geld waar ik wel recht op heb, omdat nu dingen nagekeken moeten worden, ze hopen het altijd binnen 1 jaar na de aangifte. Nou, die is in juli geweest, de eerste. Hij staat er in oktober ook nog een keer in. Dus ze hopen binnen 1 jaar. Dan zou ik dus echt nog 8 maanden moeten wachten, zeg maar. 8, 9 maanden, zoiets. Maar het kan tot 3 jaar duren. Echt zo fijn dit. 3 jaar wachten misschien op mijn geld. Oké, gewoon net nog een 3e keer gebeld. Leg ik er weer uit. Echt top. Ik heb nou nog steeds geen antwoord op al mijn vragen. Dus als ik zo thuis kom met Sarah, kan ik gewoon weer bellen. Ik ben gewoon bijna een hele dag aan kwijt. Slaat helemaal nergens op. Ik heb wel andere dingen ook nog geregeld. Ik moest wat met Ziggo regelen. Dat heb ik wel gedaan. Dat is gelukt. Ik moest met Jochtel regelen. Dat is gebeurd. Ik weet niet wat ze kunnen betekenen, maar daar word ik over gebeld. Dus dat is gebeurd. Dit nog. Vraag belasting is leuker. Kunnen ze het niet maken? Ook niet makkelijker. We zijn als 2 verzopen katjes eigenlijk weer binnengekomen. Het valt mee, onze hoofd hadden wel een paraplu, maar voor de rest. Echt, zeggen de jas, alleen al van over het plein lopen, was van licht beige naar bijna donkerbruin gegaan, echt. Ja, die was zo nat. Ja. Dus, weet je wat? Ja, hij gaat de hele tijd van scherp naar onscherp. Jij mag heel even televisie kijken voor mij, want ik ga gewoon weer de Belastingdienst bellen. Nou, het is gelukt. Eindelijk. Ik heb echt 5 mensen aan de lijn gehad voordat het is gelukt. Maar het is geregeld. Ik heb ondertussen ook snel een lasagne gemaakt die in de oven staan. Marco is later thuis, dus die warmt dadelijk eten op. Ik was nu bezig met de boekenkast aan een beetje reorganiseren. Mama, vertel me dat er in de paprika zat. Oh ja, in de paprika zat een kleine babypaprika. Dus die heeft Sarah gegeten en dat vindt ze helemaal geweldig. Ik heb er nog een klein schildje van over. Oh, gek kind. Ik was bezig met de boekenkast, want ik heb meer boeken dan de inpassen. Kijk maar hier, dat staat hier allemaal zo erboven verstopt. Er liggen nog allemaal dingen en die moeten ook opgeruimd worden. En toen dacht ik, als ik nou kijk, net als dit is zo minder breed, zeg maar, dan zo. Dan kan ik wat ruimte gaan maken in die kast. Ik heb een paar boeken uitgeleend die nog in deze kast moeten. En dan een paar, deze kant heb ik allemaal gelezen, die kant moet ik nog lezen. Dan kunnen die boeken wel weer allemaal hierin, want het gedeelte wat ik gelezen had stond wel in die andere kast. En dan kunnen die andere boeken normaal, dan is die kast normaal, dan de bovenkant opruimen. Maar ik wil dan wel weer reeksen bij elkaar houden en daar loop ik een beetje op vast. Aangezien we met z'n tweeën zijn, maken we er, dat hoesje van jou, maken we er maar een soort klein feestje van. Dus we gaan lekker Glee kijken op de bank en samen lasagne eten. Hij ziet er wel lekker uit, hè? 15 zoveel bankjes heeft hij. Zo, dat is wel echt heel veel. Maar Glee is ook echt heel leuk. Zo sneu. Ik ging Sarah net naar bed brengen. En die dacht toen dat ze iets hoorde lopen in huis. Wat Milne was, overigens. Maar daardoor werd ze helemaal bang en durfde ze niet meer te gaan slapen. En dus eigenlijk voor het eerst dat ze na de inbraak iets van bang is. Maar goed, ik heb dus alle deuren en ramen gecontroleerd. Alles op slot. Marco kan het huis nu ook niet in op dit moment. Maar die is op de hoogte gesteld, hoor. Dus die laat gewoon zo weten als die eraan komt. Dat ik sowieso de deur open kan doen. Maar ze kon gewoon, ja, ze was gewoon echt bang. Ik vind het zo erg, zo zielig. En gewoon dat mensen je dat aandoen. In ieder geval je kind aandoen. Ik krijg dan gelijk weer zo'n soort woedeaanval dat ik denk, waarom? Waarom doen jullie dit, weet je? Is het dat kleine beetje geld wat je eraan overhoudt eigenlijk waard? Weet je, mijn kind heeft hier gewoon nu last van. Maar goed, ik zal er niet te lang over doorgaan, maar ik moest het gewoon echt even delen. Ik was net Sarah de tas aan het klaarmaken vanmorgen. En toen vond ik iets in de tas en dat had ze helemaal niet gezegd. Ik heb de schoolfoto binnen. En ik had hem al laten zien. Ik zal hem even uitpakken. Even. Mijn Jobby, dat is echt mijn grote vriend. Dus dat uit voor mijn camera.
even uitpakken dat ik hem goed kan laten zien. Ik vind deze echt zo leuk geworden. De vorige schoolfoto was ook wel leuk, maar deze vind ik echt super schattig. Kijk nou. Oh, we hebben een lekker weerkaatsing op zo. Hoe cute. Echt heel blij met deze foto. Ze hebben er alleen zo'n randje onder met tekst. Ze moeten even afsnijden. En de klasfoto, maar die laat ik niet zien, want daar staan natuurlijk alle kindjes van de klas op. Maar daar staat ze ook echt heel leuk op. Dus niet alle kindjes staan er heel leuk op. Maar Sharon staat er dan toevallig wel echt, echt heel schattig op. Echt zo leuk. Ja, helemaal blij mee. En dat is ook leuk, want dan mag ze altijd even een pasfotootje of een klein fotootje aan de opa's en oma's geven. En dat vindt ze altijd helemaal leuk om te doen. Oh, kijk nou. Hier had ze de oorbelletjes nog. Die zijn natuurlijk nu weg. Hier had ze ze nog in. En dit zijn de oorbelletjes die ik voor haar gekocht had toen we gingen trouwen. Nou, die zijn natuurlijk weg. Oh. Zo stom. Ik vind het zo leuk en dan word ik er toch weer verdrietig van. Nou, ik blijf maar gaan even denken hoe leuk ik dit de foto vind. En ik vind het heel grappig. Ze hebben precies, want ze moesten en zouden de unicorn trui aan. En precies het hoofd van de unicorn is gesneden dat hij er helemaal op staat. Dit is zo leuk. Als Sarah de pasfoto op een rij. Hier was 8 maandjes. 2. Net 4. 4,5. Net 5. 5,5. Een 5 3/4. En hier net 6. Hoe leuk is dit? Ik had trouwens helemaal niet laten zien. Ik heb hier deze ruimte extra nu over. En ik had al wat boeken overgezet. Maar dat is niet boeiend verder nu. Ik ga naar mijn bed. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje achter te laten en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je morgen. Doei doei!